is niks, man. Mag ik rappen? En een vibe, hoor. Heerlijk. Het is een lijpe uitspraak die ik nu ga doen. Ik heb die kunnen nodig van mijn eigen pap. Fuck niet met die killers op niks. Hou mijn post op, snap als een snitch. Als botte mama kan niet zorgen voor zijn kids. Aan het einde van de dag is hij een bitch. Ja, deze ken ik wel, hoor. Ik vind het super leuk dat er zeg maar twee vrouwen me hebben gescoord. Noelle en Danny. Dus het is een soort van woman empowerment-achtige tune. Met een hele goede video. Yes. Ik moet deze vraag aan iedereen stellen, maar wat voor cijfer geeft dit nummer? Het is mijn eigen nummer, dus ik ga wel kritisch zijn. Dat is echt een 7. Dus er is nog ruimte voor verbetering? Jazeker. Wat is dan op dit moment jouw favoriete combo? Mijn favoriete nummer is Lado, Put It On The Floor. I've been acting brand new. Bitches acting like they running shit, they really ran through. No, no, langer, langer, langer. I spend that 500 before I ever trap you. Zeg je eerlijk, nog nooit een poko van Lado gehoord in mijn life. En zijn fles lijp. Cijfer moet ik geven, hè? 8,5, man. Wat zou je zeggen dat op dit moment de top 3 vrouwen is in Nederland die rappen? Noelle? Ben je aan het appen? Op dit moment? Nee, op dit moment. Ja. Ik ben aan het typen. Noelle, Danny Doe, ook keihard. Op dit moment mijn favoriet is wel Rehani. De tune die jij net aan het luisteren was haar favoriete pokoe. Ook keihard, man. Ja! Zie je, ja, maar goede smaak, goede smaak, goede smaak. Wat is op dit moment jouw favoriete pokoe? Aan het typen. Nee. Die tune die ik nu op repeat heb, is Bedendo van Meta Z. 9 uurtjes lang in het vliegtuig, alleen dit geluisterd, man. Mag je hier één van? Ja, zeker. Tijdens interview Chaps vragen. Een vibe, hoor. Ik hou echt van dit soort muziek. Heb je iets te zeggen over de productie? Oh, daar gaan we. Ja, nee, ja, veel muzikaler dan dat ik ben. Dit is voor mij wel een goede 9, hoor. 9. Ik ga hier wel lekker op. Ja. Mijn favoriete pokoe, hoor. Mag ik kijken? Zeker, mag ik kijken. Oh, en gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. Van harte. Dankjewel, man. Iedereen heeft wel een bepaald soort artiest die je van je ouders hebt meegekregen, toch? Ja. Wat voor muziek ga jij meegeven aan jouw kind? Michael Jackson sowieso. Ja? Ja, sowieso. Moet, man. Ik ga denk ik voor eentje van Segrita van Morad met Shoe. Ja, ik ben sowieso Morad fan en Shoe fan, dus ja. Kan niet fout gaan. Segrita amigo, tenido alao. Ja, dit is dan. Arachu. Wat voor cijfers zou je geven? Wel een 8, hoor. Wat is op dit moment jouw favoriete koppel? Oeh, vibe. Ja? En de track van hun die ik op dit moment het meest draai is Mayday. Je n'ai plus d'elle, je ne plane pas. Je tombe à 100 000 à l'heure. Kot. Dit is niks, man. Wat maakt het niks? Dit is als je gaat douchen en je wilt je dag gaan beginnen. Zo lijkt het. Ja, man. Maar wie luistert dit? Jay. Jay Johnson. Jay Johnson. Kappen, man, Jay Johnson, man, met deze dingen, man. Wat is er? Oké, okay, nee, maar zo bedoel ik het niet. Wat is er? Dit boek is dood, man, broer, man. Dood? Ja, man. Dood. Dus, maar wat luister jij? First of, fuck your bitch, zit de klik te klein. Westside, daar we ride for life. We try to be a player. Hoe heet die rapper? Hoe heet die rapper die jij nu nadoet? Makkelijk, B.I.G. Zeg die man, broer. I rest my case. Oké, sorry Jay, echt sorry. Nee, wacht, je moet de pokoe een cijfer geven. -2. Dit is mijn mattie, begrijp je? Nee, ik bedoel eigenlijk gewoon -8. Oh. Ja, ik ben door de band gevallen nu, man. Oké, maar ga maar verder. Nee, de vraag was dus, wat is jouw favoriete pokoe? Hit hem op. Mag ik rappen? Je mag rappen. First of, fuck your bitch and the click you claim. Westside, when we ride, then we quit the game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust some bad boys, fuck for life. Hit 'em up is een van de hardste diss tracks in de geschiedenis van diss tracks. Ik persoonlijk vind Ether van Naas naar Jay-Z harder. Wat voor cijfer geef je de pokoe? Deze? Ja. Een dikke 9 gewoon, man. Ether heeft een 10, deze heeft een 9 van mij. 9,5. Wat is op dit moment jouw favoriete pokoe? Op dit moment? Ja. Travis Scott, Fiend. Bitch! Fiend. Mike Dean. Wat vind je ervan? Ik vind het een gruwelijk album sowieso. Wat voor cijfer geef je het? Ik geef het aan 8. Maar er is een 9,9 op dat album. Welke? My Eyes. My Eyes. Dus wat wij doen altijd met die jongens, is als er een nieuw album uitkomt, bijvoorbeeld van Drake of Travis, dan gaan we in de studio van Broederliefde, die is naast ons, gaan we daar heel dat album luisteren. Dus niemand mag het album luisteren. Als het uitkomt, niemand mag het luisteren. We gaan allemaal naar de studio, halen we eten, halen we drinken. Dan gaan we zitten. Dan luisteren we het album van A tot Z. Ja. Dus met dit album, ik kwam terug van Engeland, gingen we gelijk naar de studio. En dit is voor mij nummer 4. Toen ik het hoorde, mijn hart stopte. Ik stopte met eten. Ik dacht,
Look in my eyes, tell me your tale. Do you see the road? A map to my soul, and tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, or do I look fried? Mooi. Mooi? Mooi. Mooi. Een leuk nummer. Zeker niet mijn favoriet van hem. Verder weg. Ik geef het een 7 of zo. 7.234. Een soort pi-achtig. Een soort pi plus 3. Wat is wel jouw favoriete pokoe van Travis? Ik denk The Prayer. Soundcloud, let's go. Wat is op dit moment jouw favoriete pokoe? Focused van Quavo en Tugger. Bro, Tugger heeft een verse. Ja. En hij stopt mid-verse. Hij heeft gewoon een break van 1.5 bar in zijn verse. En hij heeft een visie. Zijn eerste zin, heel goed, je al een. Maybach too big, it can fit in the driveway. Heerlijk. I must stay focused on. Is Quavo, zijn nieuwe album. Deze is dope, man. Ik ga misschien zelfs draaien, man. Ik zeg je eerlijk. Wat voor cijfer zou je deze geven? Die beat gaat sowieso 9. Ja, die beat gaat helemaal pia. Hij doet hem een beetje lean back. Ik zou hem wel iets hoger nog willen horen dat hij nog even deed. Beat 9, stem 8. Ja, man. En wat is op dit moment jouw favoriete pokoe? No, man. Gunna, man. Eigenlijk zijn hele album, maar ik ben nu vast in No, man. Jij zie je Gunna met chest? Ja, man. Ik ben wel gewoon stan. Ja. Het is een lijpe uitspraak die ik nu ga doen. Maar sinds Take Care, 2011, ben ik niet zo in een album geweest. Maar ja, wil je nog één horen van Back to the Moon, van zijn album? Alright. Kijk, zie je, bent niet eens, hij is niet eens meer waar ik ben, snap je? Petje. Super bedankt. Dankjewel. Dankjewel, man. En succes vandaag nog. Dankjewel, jou. En doe je best, cameraman. Ze weten niet wie je bent. Maar je bent lid, jongen. Hallo, man.